Er zijn meer Afro-Surinamers overleden ten gevolge van COVID-19 sinds het virus zijn intrede heeft gedaan in Suriname. Dit viel af te leiden uit de statistieken die minister Amar Ramadien van Volksgezondheid gisteren presenteerde tijdens de COVID-persconferentie van de regering in de congreshaal. Verder zijn er meer mannen dan vrouwen overleden, zegt de bewindsman. Suriname heeft twee golven gekend van de verspreiding van het virus. Daarbij hebben tot nu toe 178 personen het leven gelaten. Dit is een onderscheid in het aantal overledenen per geslacht. En u ziet dat er meer mensen van het mannelijk geslacht zijn overleden dan vrouwen gedurende de pandemie in Suriname. Dit is een overzicht van het aantal overledenen ten gevolge van COVID-19 gerelateerd aan de etnische groepering. En daar ziet u dan dat overwegend, dat is 21% van het Creoolse etnische bevolkingsgroep, 18% Hindoestaan en zo verder. Volgende. Dit is het aantal personen die overleden zijn per maand sinds onze pandemie gestart is in Suriname. En u ziet uiteraard dat wij twee golven gehad hebben en in de periode augustus en september 2020 en januari, februari, maart moest nog geüpdate worden hoor, maar januari, februari de meeste overledenen zijn geweest tijdens de golven. Tijdens de rustige periode zijn er wel personen overleden ten gevolge van het virus. Maar die waren de langliggers op de intensive care afdelingen van de verschillende ziekenhuizen, weet minister Ramadien. Anderzijds zijn de gezondheidsinstanties wel door blijven testen, zegt hij. U ziet dat wij ook automatisch in de golven ook meer getest hebben. Er waren ook veel meer personen die werden getest. Simpelweg omdat er veel meer mensen klachten hadden. Maar aan de andere kant ziet u ook dat in de golven ook de percentages positieve ook aan de hoge kant zijn. En u ziet, we hebben april, januari en februari, december, januari de golf gezien. In februari nog steeds, maar we zagen daar al dalingen tot in maart, waar we zelfs op 4,9% waren aan positieve. Dat is heel ideaal als je kijkt naar de WHO-standaarden. Maar in april, we zijn nog niet eens heel ver in april, ziet u al dat van het aantal testen we al op een gemiddelde van 11,4% aan positieve zitten. En dit geeft natuurlijk wel de nodige bezorgdheid en daarom zitten we vandaag hier. Minister Amar Ramadien van Volksgezondheid. Intussen hebben de Britse, Zuid-Afrikaanse en Braziliaanse variant, de meest gevreesde gemuteerde varianten van het virus, ook in Suriname hun intrede gedaan.